Welkom in de Wachau, een van de prachtigste gebieden van Oostenrijk. Ik ben Ellen van Lier en samen met mijn man Robert Hol geniet ik van een heerlijk glas witte wijn uit deze streek en van dit prachtige uitzicht op Duurnstein. Duurnstein is herkenbaar aan zijn blauwe kerktorentje en aan de ruïne die boven het plaatsje ligt waar Richard Leuwenherz gevangen gezeten moet hebben. Volgend jaar voor de 7e keer organiseren wij hier in dit plaatsje in de Marmorzaal van het Stift de Schubertiade Duurnstein, waarover mijn man u even wat zal gaan vertellen. Ja, die Marmorzaal is een barokzaal waar ongeveer 150 mensen in passen. Dat is dus een afmeting zoals bij de concerten die bij Schubert ook speelde in Wenen. Dat, bij Leopold Sonnleithen bijvoorbeeld, daar pasten 120 mensen. Dus dat is een intimiteit. Wat bij de Schubertse muziek past. We voeren daar zangkwartetten uit, instrumentaal muziek en liedenavond. En er zijn inleidingen van Otto Biba, dus de muziekarchivaris van de Gezelschap der Muziekvrienden in Wenen. Vanuit die barokzaal zie je dus op de Donau en het prachtige landschap. Past dus fantastisch bij Schubert. U moet het zelf komen luisteren. Schubert's broer is hier geweest. Schubert is waarschijnlijk hier langsgekomen per schip van Linz op weg naar Wenen. Zijn vriend Leopold Koepelwieser heeft de Wachau geschilderd. En daarbij de heerlijke wijn in de pauze. Ik zou zeggen, u moet komen genieten. Komt u ons opzoeken.